Dat er veel bijzondere initiatieven zijn ontstaan in deze coronatijd, is bij velen bekend. Fred Egging begon met schrijven van gedichten. Er kwam een gedichtenbundel en zelfs een coronawandeling. Tussendoor werd er gewerkt aan een nieuw boekje van het Tielse fruitmannetje. En dat is nog niet alles. Fred komt vertellen over nieuwe initiatieven. Nou Fred, je bent bijna vaste gasten aan tafel. Hè? Ja, wat wil je eigenlijk met de goede initiatieven die jullie ontplooien in deze coronatijd? Want er is dus die gedichtenbindel is er inmiddels en de wandeling. Je bent met nieuwe gedichten begonnen. Maar je hebt nog meer plannen als het gaat om het uh, corona wandeling en gedichten gebeuren. Ja, inderdaad. Je hebt uh, ver van de pers, echt een primeur. Ik zou bijna zeggen gisteren uh, in de steigers gezet, vandaag geschreven. En morgen gaan we aan de slag. We gaan namelijk kerst-corona gedichten maken en oudejaarsgedichten... En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van een vraag van een echtpaar uit Amsterdam. Die hadden tien boeken besteld, waren heel enthousiast. Ja. En die zeiden zo: van, Is het niet leuk om in die tijd van corona, het is toch allemaal anders en anders hè, dit jaar, om eens kaarten te maken die betrekking hebben op kerst en oud en nieuw in relatie tot corona. Even over nagedacht eh, met ons team, Ari van Vliet, hè, de illustrator van Flippy, ja. die ook uiteraard de bundel heeft geïllustreerd, Leon Gertsen, de vormgever ook van de bundel. Zijn we gisteren om tafel gaan zitten. En nu gaan we ja, vier of acht uh, gedichten maken. Arie gaat ze weer prachtig uh, tekenen. En uh, ik heb er vandaag uh, een stuk of vijf geschreven. We moeten even kijken naar het aantal. Dus ik zit helemaal in de, in de kerst en audio, in die oudejaarsfeer. <laughs> Terwijl we nu zeg maar... Uh, nou ja, in oktober uh, zit. Maar ja, want... ja, je moet wel een beetje vroegtijdig zijn natuurlijk. Ja, want je moet ze natuurlijk ook nog. Hè, je moet ze schrijven. En dan gaat Ari ze nog illustreren. Ja. En dan moeten ze natuurlijk nog gedrukt worden en vervolgens verspreid worden. Dus klopt. denk je wel een aantal weken nu? Ja, klopt, klopt. Nee, we zitten mooi op schema nu. En ik heb een beetje weer de zwong de erin gekregen. Ik doe het toch niet anders dan gedichten maken de laatste tijd. Mm. Dus. En het is ook wel leuk om te doen. En hoe ga je dan uh, te werk met je gedichten gewoon op dezelfde manier als wat je met je coronagedichten al doet? Ja, ik had eerst vier rijmpjes. en die heb ik toch een beetje losgelaten mm -hmm. en ik zit nu toch weer een beetje in het oude stramin. Ik zal het straks even voorlezen in het oude stramien mm -hmm. en ook weer een beetje in dezelfde sfeer van ja, je stipt uiteraard even de tijd aan, niet te zwaarmoedig, want mm -hmm. die tijd is natuurlijk wel, ja. maar toch moet je altijd een beetje Positief eindigen. En zeker natuurlijk als je een kerstkaart verstuurt aan mensen, dan moet toch wel iets, iets positiefs iets positief hè? zijn hè? Ja. om mee te geven. Maar ook ja. een leuke, misschien ook wel een leuke boodschap, afgezien van dat het natuurlijk een vervelende tijd is. Klopt. Want een gedicht dat ik dus niet voor ga lezen, is bijvoorbeeld een mevrouw uh, die eigenlijk uh, de bom in elkaar zet, tijdens het opzetten het jaar de revue laat passeren. Mm -hmm. En dan bij zichzelf denkt, ja, het was een jaar zonder slingers en een jaar zonder pieken. Ik, ik ga die bonen helemaal niet opzetten. En dan gaan ze er toch tegenin En ze gaat in de uitverkoop tien pieken halen en heel veel slingers en kazen. En dan eindigt het toch nog goed. Een mooie, mooie kerst. En, ja, uh, ja, 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 ja. Maar goed, je zei al dat je uh, het gedichtje bij je had. Dus ik ben eigenlijk wel uh, heel erg benieuwd, Fred. Ja, ik zal er eentje voorlezen. Inderdaad, echt vers van de pers. Een kaartje doet wonderen. Een kaart maakt blij. Een kaartje dat zegt dat ze denken aan mij. Een kaartje als handdruk, als een groet, als een kus. Wat even niet mag, komt nu in de bus. Vandaar dus dit kaartje. Een klein groot gebaar. Een heel fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ja, mooi. Ja, dat... Is wel een kaartje wat ik zou versturen aan, uh, aan mijn familieleden moet ik eerlijk nou, zeggen. ik had er een paar voorgelezen van mijn bijna 93-jarige moeder. Dat is een beetje een goede vraagbaker. Mm -hmm. <laughs> en die zei meteen: die kaart wil ik hebben. Ja. En jullie gaan ze in, uh, in pakketjes verkopen, pakketjes van hoeveel? Ja, een Pakketje van acht. En we gaan ze verkopen uh, in, in eigen beheer hè, via coronawandeling.nl, mm -hmm. maar vooral via de website van Ari, Ari van Vliet. We zijn ook al wel bezig. Want ja, op een gegeven moment dan zit eigenlijk alles mee. Dat zelfs een bedrijf heeft er al gemeld, een landelijk bedrijf, die interesse heeft. Oh, mooi. Dus daar gaan we ook uh, heen sturen. Als, het, als de eerste klaar zijn. Dus kijken hoe ze daar vallen en dan zien we wel. Ja. Dus, uh... En heb je hier dan ook weer uh, een, een goede doel aangekoppeld? Ja, we blijven altijd, zowel bij de bundel als nu, altijd het ziekenhuis Rivierland ondersteunen. Dus we moeten even kijken naar de prijsmarge van nu. Ja. Maar dat ziekenhuis Rivierland blijft altijd als een soort rode draad in al onze acties. Dat is op zich natuurlijk al hartstikke mooi. Dat is leuk om te doen, ja, vind ik ook. Maar goed, het is niet het enige wat jullie gaan doen, want je hebt daar ook een flipjeboekje bij, je. want je gaat nog meer doen met flipje. Ja, wij hebben het flipjeboekje natuurlijk ook. Pas af. Niet vergeten dat ik het jou ga aanbieden namens Ari van Vier en mij. Bij flipje hebben we ook allerlei activiteiten. Uh, uiteraard gaan we ons samen met Alexandra Versteen en directeur bezighouden met het volgende flipjeboek. Mm. Dat is dan nummer 49. Ja, mooi. Dat is sowieso, staat vast. En we willen volgend jaar, het uh, zal begin volgend jaar, toch worden, denk ik, dat we ook inderdaad een flipje kratenset op touw gaan zetten in overleg met ons drieën. En het wordt een, echt een set van, van goed uit tot succes, tot beterschap, een nieuwe baan. Dus echt een heel breed scala, zeg maar. Ja, zitten daar dan ook wel gedichtjes bij? Of is dat echt dan alleen maar groeten uit en dan een tekening? Nee, ook een gedichtje bij. Ja, we blijven maar de structuur houden van gedichtje en tekening. Dan heb je het druk. Nu, ja, nu we toch de smaak te pakken hebben. Ja, en nu zit ik natuurlijk, of zitten we allemaal in de tweede golf? Hm. Ik had al voorafgaande aan deze gedeelte lockdown kon ik het niet laten om af en toe een gedichtje op Facebook te zetten. Het was incidenteel. Ja. En één gedichtje, dat heet De Patiënt. Ik denk van anderhalve week geleden. Maar het raakt vandaag nogal... omdat we vandaag een record aantal besmettingen hebben. En het heet De Patiënt. Altijd de laatste. Even, even zoeken. De Patiënt. Als gezond verstand ver te zoeken is... dan herhaalt zich de geschiedenis. Nederland is weer patiënt... De koers loopt flink op. Wat bij het voetbal nooit lukte, nu zijn we wereldtop. We zijn goed tegen het water. We laten ons niet verrassen. Maar tegen de coronagolf blijven we minder opgewassen. En dat gedicht is natuurlijk heel wrang. En dat heeft ook eigenlijk in tegenstelling tot alle andere gedichten. van mij eigenlijk geen positief gevoel. Hè? Nee, nee. Uh, dat geef ik direct toe. En. Uh... Wat wel bijzonder is om te vertellen, ik had toen in die tijd ook Gommers, die de wandelingen geopend heeft ja. en waar we het eerste boekje aan aangeboden hebben. Had ik nog even sterkte gewenst in de, in de tijd die komt, nou dat blijkt dan nu wel, en dan heb ik heb er een gedichtje bij gedaan. En hij antwoordde inderdaad even later van, uh, nou inderdaad, een treffend gedicht. Ja. En, uh, ja. Is het soms ook nodig, vind jij, om mensen even wakker te schudden met een, met een gedicht met een ander einde? Nou, dat heb, ik, een goede, dat heb ik inderdaad gevoeld in die tijd tussen toen het even goed ging, mm -hmm. augustus, en, en nu. He, dat ik inderdaad ook wel eens een keer schreef van, ja, we kunnen wel genoeg appelleren op het gezond verstand. Wat Rut ook eigenlijk nu zegt, ja. hè? eigenlijk hebben we dat te veel gedaan. En we moeten nu eigenlijk een pas terug doen. En eh, toen de tweede golf kwam, toen zei Mark Hofman, toch een beetje onze inspirator, initiatiefnemer... De die zei van Fred: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een tweede serie. Heb ik best wel geazeld. Mm -hmm. Want die eerste serie, dat was echt. Je tuimelt in een vreemde, onbekende wereld. Ja. Het is vooral verwondering, hè? Ja. Verwondering over alles en nog wat. En die verwondering zijn we nu wel voorbij. Het is nu meer. Ja, het is even triest en even onzeker. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar het is voor mijn gedichten een andere. Het rit een andere tendens. Ik heb nu bijvoorbeeld, valt me op... dat mijn gedichten... nu, ik heb het toch uiteraard ja gezegd... <laughs> mijn gedichten ze gaan nu vooral in... op de actualiteit. Bijvoorbeeld vandaag... Uh, de mondkapjes... die inderdaad zwerfafval worden. Ja. Uh, ik had ook een gedicht van zondag... en niet iedereen neemt me alles in dank af... waarbij ik eigenlijk toch wel kritisch... kijk naar het aantal bezoekers in de kerk... Hè, terwijl ik natuurlijk alle kerkdiensten van harte gun... Mm. Uh, onder het motto wie maakt de dienst uit, hè, is de kerk of Den Haag. En dan eindig ik een beetje zo van, ja, als boa's hier komen kijken... dan kunnen ze een goddelijk gedrag opstrijken. Hè, dat is een beetje de kritische toon die ik misschien wat meer gekregen heb... Uh, in die tweede serie, inderdaad, ja. Ja, maar is dat per definitie verkeerd? Want ik denk, joh, eigenlijk zeg je niks verkeerd, hè? Ik bedoel, je zegt, je hebt het over de waarheid, Ja, ik. klopt, denk ik ook. Je legt de vinger een beetje op de zere plek... En je probeert toch altijd wel met wat, wat humor erin mm. te stoppen. Dat probeer ik ook elke keer wel weer. En ik ben de eerste serie begonnen met Bloesemtijd. Uh, dat was ook in, inderdaad in maart. Ja, klopt. En ik ben de tweede serie, uh, hoewel het geen bundel gaat worden, hoor. Nee, ik, ik heb de eerste serie denk ik zo uniek, de eerste honderd dagen. En je kunt nooit nooit zeggen, zeggen ze wel eens, hè. Maar um, het is niet de bedoeling. Tenzij het zo lang gaat duren en het gaat weer honderd... Uh, ja. daar opleveren. Dus maar vooralsnog is dit gewoon een dagse serie op Facebook. En ik zie wel, zeg maar, waar het schip ja. Wil ik even de eikels voorlezen. 15 oktober. Het is weer zover, er is niets aan te doen. De herfst is begonnen, dus eikelsseizoen. Maar de herfst is nu killer En stiller dan stil, weer binnenblijven wat niemand graag wil. Maar in dit najaar zitten meer eikels binnen dan dat er gaan vallen. Hoe kun je het verzinnen? Dus ja, en dan ja. zien we wel uh, hoe ver we komen. Ik kan het zelf niet uh, ja, misschien wel niet beter zeggen, Fred. En ik ben wel heel benieuwd hoe, uh, hoe de kaarten eruit gaan zien. En ik zie jou uh, of Arie graag uh, over uh, een x aantal weken ja. een keer terug hier aan tafel met, uh, met een aantal kaarten en daar de gedichten op. Vinden we die uitnodiging nemen we heel graag aan. En voor jou, tieltflipje. De droge boterham planeet. Nou, superleuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. dankjewel, Dankjewel. Bedankt dat je er was, Frit. Graag gedaan.